Hello there, and welcome to Brussels International. We're not the only media outlet to be making a new beginning this month. Earlier in the week, the venerable Belgian news magazine, the Bulletin, was relaunched, together with its electronic sibling, expats.com. The launch event took place on Wednesday evening at Brussels Midi, that's the lounge and restaurant, not the train station, with representatives from the Correlio media group, the owners of the Bulletin. As the Bulletin is entering its 50th year, because we'll be 50 in September 2012, it's very important that we find a new momentum and we redevelop the brand. And with the support of Correlio, the publishers of the Standard, well, we'll certainly are on a good track to do it. Quite a few changes have been made to the magazine and the website. Een beter layout, een beter content. We ook een beter het multimediaal kaart spelen met een totaal vernieuwde site met de bulletin.be in samenwerking met expat.com. Wij willen ook meer lifestyle, meer het België laten leven. Wij vieren vandaag de relaunch van de Bulletin. En we denken dat wij nu een formule hebben om de internationale gemeenschap aan te spreken. Niet alleen via het magazine, maar ook via de website en ook via onder andere Flanders Today en een aantal andere initiatieven. Dus het geheel van deze initiatieven maakt ons zeker en vast relevant en in Brussel en uiteraard ook in de internationale gemeenschap in België.